Laurens, kan je eens vertellen wat de aanleiding is waarom we hier zitten? Ja, Vincent, dan kan ik. Ik zit hier eigenlijk samen met jou om uit te leggen aan organisaties welke voordelen eConnect at Work voor ze kan bieden. Oké, en hoe is dat eigenlijk ontstaan? Nou, het is ontstaan dat wij in de markt een aantal knelpunten zagen. Je zag binnen organisaties dat er eigenlijk heel ongestructureerd gewerkt werd met documenten. Mensen hadden hun eigen schablonen die ze gebruikten. E-mail bleef alleen binnen de e-mail eigenlijk en er werd van alles rondgemaild. Informatie vanuit het CRM-systeem komt vaak niet terecht bij de dossiers waar het hoort. En ook zag je dat er vaak hele complexe maatwerktrajecten met SharePoint gestart werden om eigenlijk daar toch een soort van synergie in te krijgen. Oké, maar waarom willen organisaties dit nu eigenlijk? Nou, organisaties die willen dit omdat ze het heel erg belangrijk vinden dat al hun documenten op één plek opgeslagen worden en hun e-mails en hun CRM-informatie. Dat zorgt er ook voor dat ze qua aansprakelijkheid goed zitten, want bij dat ene dossier heb ik eigenlijk al mijn documenten die ik nodig heb. Ik heb mijn e-mails die ik nodig heb en ik kan dus altijd mijn audit trail en dergelijke inzichtelijk maken. Daarbij zorgt het ook voor een stukje kennisborging. Want op het moment dat ik terugga, kan ik altijd in mijn dossiers informatie terugvinden, kennis terugvinden van hoe hebben we ooit eerder die brief geschreven of hoe hebben we die zaak ooit eerder uitgevoerd. En daarbij zit een stukje vastlegging aan vast, waar ook alles gearchiveerd wordt in een archief, wat NEN 2082 gecertificeerd kan zijn. En daarbij zorgt er ook voor dat je digitaal kan ondertekenen uiteindelijk. Oké, het is een heel groot stuk van wat de organisatie eigenlijk wil en verlangt van die gebruiker. Mm-hmm. Ja, wat is er nou voor die gebruiker? Dan wordt het dan weer ingewikkeld, lastig? Nee, die gebruiker die gaat er zelf eigenlijk ook heel erg op vooruit. Een groot voordeel is dat hij alles kan doen vanuit de applicatie die hij wil. Of die nou werkt vanuit Outlook, vanuit Word of vanuit SharePoint. Uiteindelijk zorgen wij ervoor dat alles op de juiste plek voor die gebruiker opgeslagen wordt. Hij kan daarbij zelfs werken met mappen, zoals hij dat prettig vindt. Want mensen vinden dat vaak toch nog wel prettig om daarmee te werken. En wij zorgen ervoor dat de metadata automatisch opgeslagen wordt. Dus op het moment dat ik een document bij een dossier opsla, dan taggen wij dat automatisch met de relevante metadata, waardoor je later dat we heel eenvoudig kan terugvinden door middel van de zoekengine. Oké, en hoe loopt dat nou in de praktijk? Wat is het proces daarbij? Nou, het proces is eigenlijk, je start vanuit een bronapplicatie. Dat kan een CRM-systeem of een ERP-applicatie zijn. Daar heb je een klant, die klant die voer je op. En dan wordt er automatisch voor die klant een dossier aangemaakt in SharePoint. Daarbij, op het moment dat je een project hebt, kan hetzelfde gebeuren. Dus ik maak in mijn bronapplicatie het project aan. Kan eventueel ook in SharePoint. Dan wordt die site wordt aangemaakt. En dan gaan we zelfs zo ver dat als je bijvoorbeeld mensen rechten geeft in CRM om uren te schrijven op zo'n project, dan krijgen ze automatisch rechten in de SharePoint-applicatie. Nou, in SharePoint wordt vervolgens de documentopslag gedaan. Dan krijg je wat functionaliteiten, zoals taakbeheer krijg je eromheen en dergelijke. En daarbij krijgen we de integratie met Documentaal, waarmee je documenten kan creëren met schablonen, eigenlijk vanuit standaard kennis. Je hebt een koppeling met e-mail, waardoor die ervoor zorgt dat al mijn e-mail bij het dossier opgeslagen wordt. Zelfs de reacties die ik van de klanten krijg. En door middel van cosign kan je uiteindelijk de documenten ook tekenen. Oké, dat is een uitleg van het globale proces. Dank daarvoor. Zijn er nog andere voordelen voor organisaties wat het specifiek kan maken? Ja, die zijn er zeker weten. Je hebt een aantal standaard koppelingen. We hebben bijvoorbeeld al met een aantal partijen zoals Microsoft CRM en andere partijen hebben standaard koppelingen om te werken. Dus dat is eigenlijk op het moment dat je dat hebt, kan je die direct aansluiten. Daarbij bieden we een model met SA. Dus dat houdt in, we hebben doorontwikkeling. We gaan mee met de markttrends, de veranderingen die er zijn. En die krijg je ook mee in het product. En daarbij betaal je eigenlijk het product ook per user. En een ander groot voordeel is, omdat we volledig eigenlijk van de Microsoft stack gebruik maken, ga je ook mee met de veranderingen van Microsoft. Dus je krijgt Jammer erin bijvoorbeeld, die erin zit. Dat soort functionaliteiten, die gaan daar dan ook mee. Nou, dat zou ik wel eens willen zien. Kan je daar een demo van geven? Ik ga jou in een aantal korte filmpjes laten zien hoe het product werkt. Dankjewel.